Wesley, toen was je ineens Feyenoorder. Ja, gaat snel. Hoe voelt dat? Ja, voelt goed aan. Natuurlijk voor mij de eerste week. En ik moet zeggen dat ik heel goed door de club ben opgevangen. Door de staf en door de spelers. Dus ja, eigenlijk een heel fijn gevoel gelijk. Hoe snel is het allemaal gegaan met die transfer? Ja, eigenlijk heel snel. De dag voor de deadline, die ochtend, ja, is het eigenlijk in de groep gekomen. En ja, toen is het eigenlijk in een stroomversnelling gegaan. Ik moest 's avonds nog wel voetballen. Ja, en de volgende dag was het beklonken, richting Rotterdam gegaan. Toen jij donderdagochtend hoorde van de interesse van Feyenoord, wat dacht je toen? Nou, ik ben altijd wel gecharmeerd geweest van Feyenoord. En, natuurlijk ook een hele grote club in Nederland die veel mee heeft gemaakt. Zeker de laatste jaren met financiële problemen. Maar als je dan ziet hoe het publiek en de supporters achter de club blijven staan, geeft je dat wel een heel goed gevoel. En, ja, wil je daar gewoon graag deel van uitmaken. Jij noemde de 10-0 nederlaag tegen PSV en de wedstrijd daarna tegen VVV. Toen kreeg jij het gevoel van, wow, dit is een grote club. Ja, ik wist natuurlijk wel dat het een grote club was, maar ik bedoel, ja, vooral Nederland staat toch een beetje bekend om successupporters. Ja. En als je dat toen zag, die run op kaarten, wat je dan mocht geloven en ja, wat je uiteindelijk ook zag op tv, hoe dat was tegen VVV, ja, dat tekent wel, of dat typerend de club Feyenoord wel, hoe het als één geheel is. En ja, nu ik daar deel van uitmaak, ben ik er heel blij mee. Je bent bij Feyenoord gekomen in de interlandperiode. Is dat juist prettig dat je een weekje extra hebt om een beetje te wennen? Nou ja, ik had er niet bij stilgestaan, maar nu het zover is, ja, het is eigenlijk wel lekker. Je kan rustig naar volgende week toewerken naar Zwolle. Het is nu een kleine groep, ja, waar we ook veel individueel kunnen trainen. Ja, en je gelijk goed kennis maakt met iedereen. Ja, en die jongens die helaas weg zijn, die heb ik wel van de week gezien. En ja, de meeste kon ik er ook al van. Een aantal jongens ken je nog vanuit het Haagse. Is dat leuk om weer met hen samen te spelen? Ja, het is altijd leuk. Het, sowieso met Lex en Daryl heb ik mee gevoerd en met Guillaume. En met Daryl reed ik altijd samen. Die haalde ik op en reden we samen naar Den Haag. En met Lex lang gevoerd en met Guillaume eigenlijk hetzelfde. Hebben zij nog een rol gespeeld in die transfer? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik heb wel gevraagd aan hoe het is bij Feyenoord. En hij spraken zich daar zeer positief over uit. Hoop je te gaan toevoegen aan het spel van Feyenoord? Ja, ik wil dat we aan het spel van Feyenoord meer scoringsvermogen krijgen door zelf de assisten te geven en zijn pan klaar neer te leggen dat ze hem eigenlijk niet kunnen missen. En zelf ook tussen de 8 en 10 doelpunten per jaar te maken. Ja, dat is een reëel streven, denk ik. Ja, je speelt bij een topclub en waar je probeert alles te gaan spelen. En dominant voetbal te gaan spelen, dus ja, dan krijg je ook extra meer kansen. We kennen jou vooral van het seizoen met ADO dat ADO Europees voetbal haalde. Bulikin in de spits, die kopte al jouw voorzetten erin. Is dat een type spits die jij graag bedient? Nee, ja, kijk, met elke spits moet je een klik hebben. En die had ik extreem goed met Bulikin. En daarom is het aan mij de taak om met Pelle aan de slag te gaan. Door echt die klik met elkaar te krijgen. En ik heb er alle vertrouwen in. Omdat hij is groot, sterk, toch een beetje hetzelfde postuur als Bulikin. Hoe krijg je zo'n klik? Is dat praten over voetbal? Of veel doen? Praten en veel trainen. En dan weet je precies wanneer iemand naar de eerste of tweede paal gaat? Of? Nee, ja, dat vraag ik aan hem, waar hij het liever heeft. Liever de eerste paal, de tweede paal, zakt hij liever uit op de 11 meter. Dus ja, daar zijn dingen waar we het nu over hebben. Wat hebben de trainer en Martin van Geel tegen jou gezegd? Waarom wilden ze jou graag hebben? Nou, ze hebben me verteld dat ze me, wat ook inderdaad zo is, heel lang hebben staan op het lijstje. Dat ik niet bijvoorbeeld alleen door Martin van Geel ben gehaald of alleen door de trainer. Maar het wordt echt door heel de technische staf en alles eromheen word ik breed gedragen. En dat geeft wel een fijn gevoel dat eigenlijk heel de club achter de komst voor hoek staat. Thuis tegen Zwolle heb je al een beetje gedroomd over hoe dat zou gaan. Zo'n thuiswedstrijd in het shirt van Feyenoord. Ja, natuurlijk denk ik erover na. En ik hoop gewoon heel belangrijk te zijn met of een assist tegen Zwolle of zelf een doelpunt.
Ja, wat wil je hier bereiken op lange termijn? Ja, ik wil sowieso met Feyenoord Europees voetbal halen. Omdat, ik denk dat het me heel leuk lijkt om met die club Europa in te gaan. Ja, en op lange termijn, want ik denk dat Feyenoord de komende 5 tot 10 jaar gewoon nog verder gaat groeien. En helemaal uit de financiële problemen komen. Waardoor ze, we kunnen klimmen op de ranglijst en eventueel in de toekomst kampioen te worden.